De overheidskantoren zullen vandaag en de komende dagen normaal functioneren, zegt vice-president Ashwin Adin in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut. Er is volgens de VP geen officieel regeringsbesluit voor het vrijstellen van ambtenaren. Het is wel gebruikelijk dat voor eventuele vrijstelling voor ambtenaren de instructies gegeven kunnen worden door de desbetreffende minister. Hierbij zou het aspect van besparing zeker overwogen kunnen worden. Een aantal ambtenaren heeft echter van hun leidinggevenden begrepen dat de 3 dagen vrijaf een compensatie is voor de 100 SRD die was toegezegd en niet is gestort. Onze nieuwsdienst heeft ook een circulaire gezien van een ministerie wanneer het personeel wordt meegedeeld dat zij om 12 uur vanmiddag de werkplek mogen verlaten en 28 en 29 december vrijgesteld zijn van dienst. Ze worden weer op 2 januari aan het werk verwacht. De reden voor de vrijstelling van dienst is niet aangegeven. Na een klein onderzoek is gebleken dat de verschillende circulaires inhoudelijk verschillen. Op weer een ander ministerie wordt aangegeven dat vanwege de financiële-economische situatie en de nodige bezuinigingen er mondelinge afstemming is geweest met de Raad van Ministers om de ambtenaren 3 dagen vrij te stellen van dienst. De personeelsleden van de afdeling cultuur van het MINOC hebben via een app van de bond het bericht gehad dat ze vrij van dienst zijn. Ook moeten zij zich op 2 januari aanmelden op het werk. De verschillende ambtenaren is meegedeeld dat deze 3 dagen niet afgetrokken zullen worden van hun verloftegoed.